NEC de laatste weken qua spektakel aardig opdreef. Met 13 doelpunten in de laatste drie duels. En hij, een van de grote. Bij NEC geen Sandler, ziek. Wetenschap dus voor hem betekent dat Marquez. Natuurlijk niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk had dan Nuitink centraal achterin gestaan. Samen met Sandler. Geworden Vito van Krooi. De zondag. Dus is hier Rodriguez, Jensen, Hansen. Paas te kort. Het loopt goed af. Sano, Hoedemakers. Uiteindelijk dus ook de bal kwijt. Maar dit mag allemaal door, ja. Nou, is weer het prima. Dus Sano en Hansen. Weggekopt door Van der Hoorn. Ogawa. Horemans. Sano. Sano aangetikt. Sano draait zichzelf uit de problemen. Problemen die hij zelf ook een beetje opzocht. Sano. Steekpaasjes te zacht. Maar niet op maat. Paulo. Van Ogawa tot bij Hansen. Descott. Sano. Helemaal vrijgespeeld. Alle tijd om de bal aan te nemen. Maar dat deed Hansen. Verdonk. Oh, voor wie is hij? Bijna voor Ogawa. Van der Hoorn en Barkas. Lekkere bal, aannemen en uithalen. Dat uithalen lukt niet. Van der Hoorn zit daarbij. Ogawa. Bal draait naar hem toe. Valt net dan op de rand van de 16. En een counterkant voor Utrecht. Met viergever. Kees met een wat wilde tackle. Katlin. Schot van Katlin en het is raak. In een wedstrijd met amper kansen is een van de eerste wel meteen verantwoordelijk voor de 0-1. El Karouani legt inderdaad bij de eerste paal, maar daar net wat te laag. Ogawa. Goeie controle. Uitstekend. Hoedemakers. Die voorwaarden zijn er, maar dan moeten ze ook gaan voetballen van achteruit en durven te gaan voetballen. Inspelen. Interessant is... Ron Jans bij FC Utrecht. Met bijvoorbeeld Noah Ohio, om maar eens iemand te noemen. Wat zak om zo aanspeelbaar te zijn. Sano. Hij zal toch ook echt een stuk beter moeten. Een van de spelers die op het middenveld het verschil kan maken. Hij leidt nu het balverlies, waardoor Miguel Rodriguez wellicht de schietkans krijgt. Dat krijgt hij en dat is nog listig zat voor Roefs. Variant, maar een hele matig uitgevoerde variant. En dan is het, als ze heel snel zijn, zelfs even 3-1. Hansen. 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 Oh, hij steekt gewoon het hele veld over. Uit de corner van Utrecht. Wat een goal. Met zijn 400ste wedstrijd in de Eredivisie. Trouwens nog ver verwijderd van het record van Roelof Luijgen. Sano.
Dit is geen buitenspel voor Koki Ogawa. Hoek wordt wel lastig. Dus de voorzet, Robert González, Barcas red. En er komen kansen voor NEC. Robert. Sano. Voorzet. Niet ongevaarlijk. De kopbal zit erin. Jensen scoort. De fout van Roefs. En Utrecht leidt weer. In een fase waarin ze totaal niet in de wedstrijd zitten. Men moet nu weer terugkomen van een achterstand. Pereira. De actie van de linksbuiten. Voorzet van Sano naar Ogawa. Net niet voldoende zijn voeten tegen. Voorzet. Net verlengd door Ogawa. Het schotje. Zonder gevolgen. Ole Romani krijgt hem in twee pogingen nog in ieder geval nog wel in de 16. Proper. Hij had niet echt rust en die bal helemaal onder controle. Proper. Eunal. In ieder geval zoeken naar een punt. Of een counter om de oren krijgen. Proper. Oeh, ruimte. Als dit bal naar voren komt. Dat lukt nu niet. Uiteindelijk krijgt NEC de vrije trap. Voor de eerste actie niet die ten opzichte van Sano. Rijdt hem op zich best lekker, maar ja, van de Hoorn. Eunal. Sano. Wel minuten erbij. Oeisa krijgt geen kans om te schieten. Jens, omdat hij de winnende maakt wellicht, maar grote uitblinkers zijn er niet. Wat al te enthousiast hier geschoten door Ogawa. Verdedigt Utrecht uit. Niet briljant. Voorzet niet geweldig. Bal valt daar op zich wel goed voor Ogawa. Hansen ligt nog. Shiokai kan behoorlijk goed koppen. Nuitink is daar ook. Shiokai klutst. De bal half voor zijn voeten. Maar uiteindelijk is hij voor Utrecht. Sano brengt in. Ogawa kopt. Nuitink trekt de tegenstander ondersteboven. Dat is niet zo handig. Er is wat hulp nodig en die komt er van Sano. En dan is het ook meteen afgelopen. Utrecht wint weer en weer kun je afvragen, maar hoe dan?